van Bunker. Naar Bunker. Ik zie hier keukenbunker. Was dit waar alles gemaakt werd voor de troepen? Ja, wat er eigenlijk gebeurde, want je ziet ook allemaal meubels staan. Kijk, de bunkers daar waren echt heel leeg. En wat de Duitsers toen deden, is heel veel huizen die waren verlaten omdat mensen geëvacueerd waren. En ze hebben gewoon uit de huizen, hebben ze gewoon allemaal attributen gehaald en gewoon in hun bunkers neergezet. En dit is dan bijvoorbeeld de keukenbunker. En dan zie je eigenlijk allemaal attributen ook uit die tijd. En dat hebben ze gewoon meegenomen en in de bunkers neergezet. Gewoon om het wat huiselijker te maken eigenlijk. Ja, ze hadden het niet veel. Er waren alleen van die stapelbedden en misschien een paar kasten. En hier hebben ze het gewoon zichzelf een beetje aangenaam gemaakt. En hier, dit is ook wel leuk, dit is dan op Zuidzand, had je een kantinebunker en er was eigenlijk niks te doen in Zandvoort voor de Duitsers, want er gebeurde niet zoveel. Dus uit verveling zijn ze gewoon schilderijen gaan maken. Dus, en dit is bijvoorbeeld in een kantinebunker. En de Amsterdamse waterleiding daar, dan laat ik nog een keukenbunker zien. Een kantinebunker is weer anders dan een keukenbunker. Ja, die was groter en je had ook gewoon kleinere keukenbunkers. Ja, daar zie je ook dat die helemaal niet zo sterk waren. Die waren gewoon uit baksteen opgezet. En als daar een bom op viel, ja, dat was niet zo erg, want daar verbleven ze niet. Ja. Dus, en wat is dat voor bunker daar? Het is een keukenbunker. Ik loop er wel even naartoe. De meeste bunkers... Daar is de opening van de bunkers naar het oosten gericht. Het was natuurlijk, want de geallieerden kwamen natuurlijk uit het westen. Als je hier kijkt, dan zie je dat die ook niet echt goed gebouwd is. En de opening is op het westen. Ja, dit maakt als hier een bom opviel, want hier verbleven de mensen niet in, alleen om te koken. En daarvoor is hier ook gewoon met bakstenen gebouwd en een beetje beton eromheen. Maar het was niet echt belangrijk. Maar ook deze is niet zo groot. Nee. Maar deze probeerde ze wel huiselijk te maken, want ik zie hier zelfs tegels beneden. Net voor het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft het Duitse genie, en dat is het hoogste orgaan, die heeft heel veel, dus die radarposten hebben ze allemaal al weggehaald en naar Duitsland gebracht. Ze zagen al dus dat het einde eraan zat te komen voor ze.